Misschien dat u zegt, dominee, maar het gaat mij met dat zoeken naar een teken daarom dat ik dat werk van de Heilige Geest in mezelf ervaar, heel persoonlijk. Nou, dat klinkt goed, maar kijk goed uit. Dat hart van ons is erg listig. Wilt u uw vertrouwen stellen op de Heilige Geest in plaats van op de Heere Jezus? Zou u daarmee de Heilige Geest niet bedroeven? Want die Geest van God zoekt nooit zijn eigen eer. Hij zoekt Christus te verheerlijken in zondaars harten. De Geest van God, die zoekt nooit een ander teken dan het teken van Jona de profeet. Namelijk de lijdende, de stervende, de opgestane Christus. En zeker hoor, onthoud het me goed. Dat teken zal altijd tegengesproken worden. Door de duivel. En niet te vergeten door uw eigen ongeloof. En dat brengt me tenslotte bij het laatste punt. Het gevaar van dat verlangen naar een teken. Zoekt u toch nog altijd een teken? Vergeet dat niet, dan bent u nu in gevaar. In doodsgevaar. Daar bent u elke dag en elk uur. En u zult het me ook nog toegeven. Dominee, dat klopt, maar daarom zoek ik juist zo hard. Ja, maar als u nou zo sterft. Kijk, wie het koninkrijk van God zoekt, die is er bijna. Maar nog niet helemaal. Als u vanavond de huisdeur bijna op slot doet, dan moet u er morgenochtend toch niet raven op kijken als er een inbreker geweest is. Napoleon en ook Hitler, die hadden bijna de wereld veroverd. Maar ze verloren wel helemaal. Kijk, als u bijna een schaap bent, dan bent u toch helemaal een bok. Zult u niet vergeten. Het is zo gevaarlijk, hè, om naar een teken te blijven uitzien en ondertussen rustig aan de Heere Jezus voorbij te leven. Bovendien, stel dat u nou een teken zou krijgen. En wat heb je dan nog? U krijgt een traan, of een hele toeleidende weg, of wanhoop, of vreugde. En wat heb je dan? Dan heb je toch helemaal niets om in het gericht van God overeind te blijven. Ja, zegt u maar, dominee, wat moet ik dan? Wat moet ik dan toch doen om zalig te worden? Geloof in de Heere Jezus Christus en ge zult zalig worden.